Met de tromp gaan we momenteel richting Golf van Aden. Daarbij zullen we de internationale wateren gaan beschermen ten opzichte van piraterij. Ik hoop dat het spannend wordt, maar aan de andere kant hoop ik ook weer dat er niks gebeurt natuurlijk. Ik ga uit van 4 maanden en dan kan het altijd meevallen. Nou, dit is mijn slaapverblijf. Dit is eigenlijk het enige stukje privé wat je eigenlijk hebt natuurlijk hier aan boord. Iedereen leert met elkaar leven. Het is een samenleving, een maatschappij, in het klein. Je vrienden zitten bij de baas. En lui waar je mee vaart. Mijn vriend zit zelf in Afghanistan. Ik weet van hem dat hij daar heel erg naar zijn zin heeft. En hij weet dat ik het ook naar mijn zin heb. Vader, mijn moeder. Na 2 dagen dan mis ik ze alweer. Ik bel elke dag naar huis. Dat kan gewoon. We zijn druk aan het oefenen om de missie voorspoedig te laten lopen. Maar als er wat gebeurt, dan kunnen we er mooi op inspelen. Nederlandse mariniers hebben voor de kust van Somalië een Duits koopvaardijschip bevrijd van piraten. Het gaat om mariniers van de Nederlandse fregat Hare Majesteit. Wat is het mooiste van varen? Uitzicht. Altijd. Het uitzicht.